Dit is het Weertjournaal van woensdag 18 juni met vandaag. Aanleg verkeersdrempels laag en schilderbeurt molens. Dag dames en heren, heel goede avond. Vandaag is begonnen met de aanleg van verkeersdrempels in Laar. De maatregelen moeten de verkeersveiligheid in het kerkdorp aanzienlijk verbeteren. Vanaf vanochtend tot vrijdagavond moeten weggebruikers op diverse toegangswegen in Laar ernstig rekening houden met verkeershinder. Na jaren van overleg tussen omwonenden, dorpsraad en gemeente worden de komende dagen asfaltdrempels en markeringen aangebracht om de verkeersveiligheid in het kerkdorp te verbeteren. De maatregelen zijn nodig omdat het verkeer veelvuldig gebruik maakt van de doorgaande wegen in Laar als sluiproute. Ook wordt er regelmatig te hard gereden. En daardoor ontstaan vaak gevaarlijke situaties voor fietsers en wandelaars. De Boekertweg, Laderweg en Rietstraat zijn tot en met vrijdag afgesloten en verkeer wordt omgeleid. Tijdens de werkzaamheden kunnen er obstakels en gaten in de wegen zitten. Die worden door middel van afzettingen aangegeven voor de weggebruikers. En vrijdag omstreeks 6 uur zijn de werkzaamheden afgerond. De 4 door Molenstichting Weerterland beheerde windmolens krijgen de komende maanden een flinke schildersbeurt. Als eerste wordt er gewerkt aan de Sint-Anna-molen op Keent. Schildersbedrijf Librex uit Eindhoven is gestart met het schilderswerk aan de Anna-molen aan de Keenterstraat. Het is de eerste van de in totaal 4 windmolens die onder handen worden genomen. De molens zijn eigendom van de gemeente Weert en worden beheerd door de Molenstichting Weerterland. Tussen 2008 en 2011 zijn de molens gerestaureerd en geschilderd. Maar voor het behoud van de monumentale molens is het echter nu weer noodzakelijk dat de molens een grote onderhoudsbeurt krijgen. Regelmatig onderhoud van het schilderwerk is belangrijk om problemen zoals houtrot bij de molens te voorkomen. De werkzaamheden vallen binnen het periodiek instandhoudingprogramma voor de molens zoals dat in 2011-2012 is vastgesteld. Voor deze werkzaamheden wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed subsidie beschikbaar gesteld. Tijdens de werkzaamheden kunnen de molens niet of slechts beperkt draaien en malen. De vaste openstellingen van de molens gaan normaal door. Het werk gaat per molen zo'n 2 à 3 weken duren. En voor het begin van de bouwvak worden de Sint-Jan en de Nijverheid geschilderd. En half augustus is dan de Sint-Anna-molen van Tungelhooi aan de beurt. Dikke Dikke Bert, het kanon dat jarenlang een prominente plek innam op het bassin, staat al enige tijd niet meer op zijn plek. Het zware geschut moest plaatsmaken vanwege de renovatie van het plein. Met het ontbreken van het kanon laat de verdediging van Weert te wensen over, volgens het Wierter Stadsgilde. Het bassin onderging de afgelopen maanden een flinke metamorfose. Het plein kreeg een nieuwe uitstraling en is een mooie entree van de stad Weert geworden. Wat blijkt nu het geval? De verdedigingswerken van Weert 600 jaar stad zijn ondertussen aangetast. Vanwege de herinrichting van het bassin is het kanon, genaamd Dikke Dijke Bert, verwijderd. Bert Adriaans, eredijke van het stadsgilde Sint-Catharina 1480, vraagt zich in een brief aan de gemeente af wanneer en of het geschut terugkeert naar de locatie. Volgens een woordvoerster van de gemeente Weert keert het kanon nog voor de bouwvak terug. De herinrichting van het plein is nog niet geheel klaar. Waar het kanon exact komt te staan is nog niet duidelijk. Dat besluit wordt in samenspraak met de gemeente en ondernemers genomen. Kortom, over een paar maanden is Weert weer volledig bewaakt. Dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt topprestaties kunnen leveren, dat werd gisteravond bewezen op kasteel Groot Buggenhem. Medewerkers van de Rissegroep verzorgden hier namelijk een barbecue voor alle aangesloten bedrijven van ConnectOS. Het zomerevent van ConnectOS vond plaats op kasteel Groot Buggenhem in Gratum voor alle partners van ConnectOS. Dit is een platform van en voor ondernemers samengebracht rondom het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen. De bezoekers werden welkom geheten door Leo Schol, bestuursvoorzitter van ConnectOS, en Jan-Karel Jobsen, directeur van de Rissegroep. De Rissegroep is initiatiefnemer van de stichting ConnectOS, die 2 jaar geleden werd opgericht. Het doel is om medewerkers die wat extra ondersteuning nodig hebben in contact te brengen met werkgevers en ondernemers in de regio.
Want met de juiste begeleiding kunnen deze mensen ook heel goed functioneren binnen een bedrijf. Als gastspreker was Ajit Bakas uitgenodigd. Hij is een belangrijke trendwatcher en gaf zijn visie op de toekomst van werk en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Na afloop was er voor de gasten een barbecue. Het event werd helemaal verzorgd door Risse medewerkers zelf. Van het aanwijzen van de parkeerplaatsen, ontvangst van de gasten, het bereiden van de barbecue tot aan de bediening. De stichting Connect Os bestaat nu 2 jaar en inmiddels hebben zich 92 bedrijven uit onze regio daarbij aangesloten als partner. Het circus komt weer naar Weert. Circus Belly Wien slaat volgende week haar tent op het evenemententerrein aan de Maaslandlaan. Van 27 tot en met 29 juni worden dan 7 voorstellingen gegeven. Opnieuw bezoekt Belly Wien onze regio. In juni 2012 stond de grote tent plus dier- en artiestenverblijven in Weert. En in september 2013 deed het gezelschap Neder-Weert aan. Van 25 tot en met 29 juni staat het circusgezelschap op het evenemententerrein aan de Maaslandlaan. Tijdens 7 voorstellingen bent u getuige van optredens met onder meer paarden en tijgers en een giraf. Natuurlijk ontbreken bij Belly Wien optredens van jongleurs, acrobaten en clowns niet. En woensdag 25 juni dan begint de première voorstelling om 7 uur. En in ons consumentenitem van vandaag gaan we naar Isidorus en hoort u alles over airco's. Cor, de zomer staat weer voor de deur. We hebben ook al een paar mooie dagen gehad. Dan kan het binnen warm worden. Wat kunnen we daar tegen doen? Dat klopt, ja, inderdaad. We hebben al een paar mooie dagen gehad, inderdaad. Nou, daar is zeker iets tegen doen. Daar heeft Subaru een heel mooie oplossing voor. Subaru heeft op het gebied van klimaatbeheersing airco's, luchtbevochtigers, ontvochtigers. Dus daar is zeker wel wat aan doen, ja, absoluut. Hoe kan ik nou de goede airco kiezen voor bij mij thuis? Waar moet ik dan allemaal rekening mee houden bij de aanschaf van zo'n airco? Nou, wat heel belangrijk is bij de aanschaf van een airco is de ruimte bepalen. De ruimte bepaalt het soort airco wat je aan moet schaffen of aan kunt schaffen. Dat bepaalt ook het vermogen dus wat je nodig hebt in een bepaalde ruimte. Subaru heeft meerdere mogelijkheden qua airco's. Ze hebben mobiele airco's. Ze hebben split units en dubbele split units. Het verschil is, een gewone mobiele airco is een airco dus die met een slang naar buiten toe moet door het raam. Of gewoon door de muur naar buiten toe. Dan heb je het beste rendement van een airco. In een airco zit tegenwoordig wat koudmiddel, dus een soort koelmiddel wat de temperaturen 5, 6, 7 graden kan verminderen tegenover buiten. Dus dan is het binnen wat warm weer zeer aangenaam om binnen ook goed te vertoeven. Ja. Ja, je had het dan over de andere airco ten opzichte van mobiele. Wanneer gebruikt die? Nou, wanneer gebruik je een mobiel en wanneer gebruik je een split unit? Een split unit gebruik je als je meerdere ruimtes wilt verkoelen. Dus op een overloop bijvoorbeeld, op kinderslaapkamers, onderopkamers, slaapkamers, noem maar op. Dan krijg je buiten 1 unit aan de muur te hangen of op balkon of wat dan ook. En binnen kun je 2 of 3 split units aansluiten. Dus daar heb je meerdere ruimtes, kun je verwarmen met 1 buitenunit. Dus het is wel gemakkelijker, maar die hebben een permanente bevestiging. Dus je moet je gewoon boven de deur bevestigen. En dan kun je links of rechts 3 meter verplaatsen, dus dat je goed je airco kunt gebruiken. Ja. Kun je zo'n airco programmeren? Airco kun je zeker programmeren. Airco is inderdaad ook, wat heel belangrijk is om al even mee te geven, airco kun je ook mee verwarmen. Dat is misschien iets anders dan wat we nu, maar een airco kun je dus een bepaalde temperatuur krijgen. Dus als het koud is, voor een bepaalde temperatuur in de kamer te krijgen voor te verwarmen. Dus dat is ook wel een pluspunt, ja. Ja, dus je kunt een constante temperatuur eigenlijk altijd regelen? Dat klopt, inderdaad. Je kunt het zelf regelen wat eigenlijk het beste is. Maar nogmaals, het verschil is als het buiten een weg 30 graden of 32 graden is, dus moet je zorgen dat het binnen een 4 en 5 graden minder is als buiten. Anders wordt de temperatuurverschil te groot en is ook weer niet goed voor de gezondheid. Ja, wanneer is een constante temperatuur belangrijk? Kun je eens vertellen wanneer mensen dat aanschaffen, zo'n airco, voor bijvoorbeeld een werkplaats of een babykamer? Een babykamer inderdaad ook. Denk maar aan, inderdaad, een babykamer is een heel goed voorbeeld. Ja, dus kinderen die zijn nog, als die moeten vaak, ja, 's middags naar bed toe in de hitte van de dag eigenlijk als het ware. En dan is een airco een hele goede oplossing dus. Maar nogmaals, wat heel belangrijk is, niet te hoog zetten de airco, dus dat de verschillen te groot zijn. Maar dan biedt het een uitstekende oplossing voor, zeker voor kinderkamers. Maar niet alleen voor kinderkamers, maar ook voor de oudere mensen. Dat is gewoon ook heel belangrijk, ja. Zeg, en heeft een airco dan nog onderhoud nodig?
Airco heeft geen onderhoud nodig. Geen is een groot woord. Er zit een filter in, dus die houdt tegen ook de kleine ionenfilter tegen. Dus als het ware het klein het vuil wat je met bloot ogen niet kunt zien. Dus dat moet je één keer per jaar zuiver maken of vervangen. Maar verder is er geen onderhoud nodig aan de airco. Nee. Ja, je noemde het net al dat het ook belangrijk is om de luchtvochtigheid dan in de gaten te houden. Hoe kunnen we dat doen? Luchtvochtigheid in de gaten houden is inderdaad heel belangrijk, want dat speelt een grote rol ook voor de gezondheid. Luchtvochtigheid moet in een ruimte tussen de 40 en 60% zijn. Dat is het beste leefklimaat binnenshuis voor iedereen, En dan kun je dus meten door middel van een speciaal metertje, van een hoogdrukmetertje of een barometertje op het zware. Maar 40 tot 60% is de beste druk binnenshuis. En daar zijn luchtbevochtigers en ook weer ontvochtigers door te krijgen. Maar zorg wel dat je tussen die 40 en 60% blijft. Ja. En hoe werkt zo'n luchtbevochtiger dan? Die gaat dan automatisch aan bij bepaalde graden? Of? Ja, daar heeft Siber inderdaad ook meerdere oplossingen voor. Ze hebben erbij, die zijn digitaal programmeerbaar. Dus door middel van een afstandsbediening of gewoon zeggen, nou, die kun je instellen op 50%. Dus heeft die 50% bereikt qua luchtvochtigheid, springt je automatisch uit. Er zijn er ook bij, die moet je dus handmatig verstellen als het ware. Dus daar moet je wel constant een beetje bij blijven. Maar zorg dat je gewoon tussen die 40 en 60 zit, dan komt het helemaal normaal. Ja. Nou, wilt u dus inderdaad deze zomer koeltjes en fris bijzitten, dan is Iesdoors de juiste plek om een airco aan te schaffen. We hebben meerdere mogelijkheden, wat ik dus zei, meerdere soorten airco's. Dus wilt u laten adviseren, dan zijn wij sterk in, laten we dat zo zeggen, en wij doen het met alle plezier. Dus loop vrijblijvend binnen en wij helpen u graag.